Dit is deel 4 van college 9. Nou, we hebben tot nu toe gezien dat groepen niet altijd een hele positieve uitwerking hebben op ons als individu. En dat het ook heel erg moeilijk is om als groepen goed samen te werken en goede beslissingen te nemen. Nou, in het laatste gedeelte van het college gaan we praten over sociale dilemma's. En dat zijn ook hele lastige situaties in groepen. En ik kan opnieuw eigenlijk niet echt zeggen dat groepen een heel goede uitwerking hebben op ons gedrag. Dat zien we bijvoorbeeld in de volgende situatie, de volgende anekdote. Groningen, 1978. Ik was nog niet geboren, jullie denk ik ook niet. Maar er gebeurde wel iets toen. Namelijk op het platteland van Groningen was het koud. Heel erg koud. Een ijskoude winter. Zo koud dat de elektriciteitsdraden bevroren waren. En dat was echt een hele gevaarlijke situatie. Want dat betekende dat mensen geen verwarming hadden, geen warm water. En vooral natuurlijk voor jonge kinderen en juist kwetsbare groepen en ouderen. Ja, kan dat echt een levensbedreigende situatie worden. Dus een heel groot probleem. Maar gelukkig had de lokale smid, de plaatselijke smid, had een generator, een noodgenerator. En die zou in principe alle huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Maar dat kon alleen als iedereen zich aan de volgende regels zou houden. De temperatuur in huis mocht niet hoger worden dan 18 graden. Mensen mochten maar één lamp aan hebben. Ze mochten geen televisie kijken en ook geen warm water gebruiken. Als iedereen dat zou doen, dan zou die noodgenerator het lang genoeg kunnen houden, zodat alle elektriciteitsdraden weer hersteld konden worden en iedereen weer gewoon gebruik kon maken van het elektriciteitsnetwerk. Nou, dan zou je denken, fijn, dan weten we wat we moeten doen. En dan gaat iedereen dat gewoon doen. Opgelost. Nou, dat is natuurlijk niet hoe mensen werken. Want dit was eigenlijk het resultaat. Mensen gingen gewoon vrolijk hun gordijnen allemaal dicht doen. En ze kropen met z'n allen lekker achter de televisie, deden hun lampjes aan, gingen samen gezellig in bad, lekker warm worden in het warme water. Nou, dat was heel leuk voor de paar uur dat het duurde. Want daarna binnen no time ging die noodgenerator natuurlijk kapot. En zaten ze allemaal weer helemaal in de penarie, want hadden ze helemaal niks meer. Ook geen temperatuur van 18 graden of één lamp in huis. Dus ja, door het collectieve gedrag van iedereen die zich niet aan de regels hield, ging uiteindelijk de hele groep had pech. Want de situatie was nog weer veel slechter dan voorheen als mensen zich wel aan de regels hadden gehouden. Nou, dit is een voorbeeld van een sociaal dilemma. En een sociaal dilemma is eigenlijk een situatie waarin er een conflict is tussen je eigen belang en het belang van de groep. Maar tegelijkertijd ben jij ook lid van die groep. Dus als wij ons allemaal op een egoïstische manier gedragen en allemaal alleen maar ons eigen belang nastreven, dan gaat de groep helemaal falen. En dan heeft het zulke negatieve gevolgen voor de groep dat we allemaal verliezen. Dus een ingewikkelde situatie. We willen allemaal heel graag egoïstisch zijn. We willen heel graag het onszelf zo prettig mogelijk maken. Maar tegelijkertijd weten we, als we dat allemaal massaal doen, verpesten we het voor ons allemaal. Doet je dat misschien ergens aan denken? Ja, dit gedrag? Ik hoop het wel. Het is namelijk het antwoord op een van de vragen die ik gesteld heb aan jullie in het eerste college, alweer een tijdje geleden. Waarom gedragen we ons op een manier die ons op een lange termijn schade toebrengt? Ik heb het natuurlijk over klimaatverandering. Echt een prototypisch voorbeeld van een sociaal dilemma. En het geeft ook meteen de complexiteit weer. Want als je het bekijkt op individueel niveau, als wij ons op een verantwoordelijke manier willen gedragen, en heel veel mensen willen dat in theorie, dan brengt dat wel wat ongemak met zich mee. We moeten de fiets pakken als het regent. We moeten misschien geen vlees meer eten, terwijl we dat heel erg lekker vinden. Op vakantie naar Lutjebroek in plaats van naar Ibiza. Allemaal dingen waarvan je denkt, ja, niet echt heel leuk, niet echt heel fijn voor mij. Het zijn kleine opofferingen, maar ja, voor ons als individu best onprettig. En ook best wel een impact op ons eigen leven. En ook als je het op wat groter niveau, op landelijk niveau bekijkt, ja, heeft eigenlijk het verantwoordelijke gedrag best wel veel nadelen voor landen. Want die vervuilende fabrieken, die zijn vaak heel winstgevend. En er zit heel veel belasting op benzine en op andere hele vervuilende stoffen. Ja, dat brengt heel veel geld in het laadje voor het Rijk, voor de schatkist van ons allemaal. Dus al dat vervuilen, dat heeft heel veel positieve uitwerking op ons. Ook al is het heel slecht, we weten dat natuurlijk allemaal. Dus het liefst willen wij als individu ons allemaal een beetje vervuilend gedragen. Maar ja, we weten inmiddels ook, als we dat allemaal doen, en dat hebben we gedaan voor een hele lange tijd, veel te lang, dan heeft dat hele grote gevolgen voor ons allemaal. Want klimaatverandering is hier en het gaat niet meer veranderen en het gaat niet meer weg. Dat zien we elke zomer weer als we records breken en het de heetste zomer ooit is. En er overstromingen zijn en orkanen wereldwijd.
Nou, er is gewoon een heel groot probleem. En dat hebben we eigenlijk met z'n allen veroorzaakt. De politici voorop met vervuilende regels opgesteld. En mensen niet genoeg aangemoedigd om hun gedrag te veranderen. En te slappe regels voor vervuilende fabrieken. Dus die klimaatverandering is er. En dat is echt het resultaat eigenlijk wat we dus hebben gezien in Groningen. Maar dan in het groot. Dus we hebben allemaal veel te lang onze gordijnen dicht gedaan en de tv aangehad. En nu zitten we eigenlijk met de gebakken peren. Dus om dit tegen te gaan, is er nu langzaam steeds meer urgentie om samen te gaan werken om die klimaatverandering, nou ja, in ieder geval af te remmen. En hopelijk nog een beetje iets te redden wat er te redden valt. Nou, dus klimaatverandering is echt zo'n voorbeeld van een sociaal dilemma waarin we ons liefst egoïstisch willen gedragen. Dat hebben we ook heel lang gedaan. Maar uiteindelijk verliest daardoor de hele groep en gaat de hele aarde naar de knoppen. Nou, een ander voorbeeld van een sociaal dilemma is ook een van de vragen die ik heb opgeworpen in het eerste college. Waarom is het zo lastig voor mensen om regels te volgen, die essentieel zijn voor onze gezondheid? Ik heb het natuurlijk over COVID-regels die opgesteld zijn in de pandemie. Heel duidelijk wat je moet doen, toch? Ook heel duidelijk waarom je het moet doen. We moeten allemaal afstand houden, heel goed onze handen wassen en geen handen schudden. En nou ja, goed, we kunnen ze allemaal inmiddels wel dromen. Dat is voor het grote plaatje heel belangrijk, dat het virus zich niet verspreidt en dat we allemaal uiteindelijk gezond kunnen blijven, de ziekenhuizen niet overstromen met mensen. Maar voor het individu is het helemaal niet fijn. Want ja, je wil natuurlijk de mensen waar je van houdt, die wil je liefst heel dichtbij houden. We vinden het leuk om feestjes te vieren, lekker te gaan shoppen. Dus voor het individu is het eigenlijk een opoffering. Vergens het een opoffering. Dus je hebt daar ook weer de frictie tussen wat is nou goed voor het individu en wat is nou goed voor de groep. En tegelijkertijd, al die individuen vormen samen de groep. Dus je hebt eigenlijk geen conflict, want ja, je bent zelf ook onderdeel van die groep. Heel ingewikkeld. En die sociale dilemma's zijn veel onderzocht, maar ook heel vaak in een soort van kunstmatige laboratoria settings. Waarbij zo'n heel complex probleem eigenlijk heel erg klein wordt gemaakt en wordt teruggevoerd tussen onderhandelingen tussen twee partijen. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat mensen zich uiteindelijk beter gaan samenwerken, meer coöperatie, dus niet zozeer voor zichzelf kiezen, maar meer voor het belang van de groep. Nou, en dan blijkt uit die laboratoriumstudies dat een hele goede strategie om te gaan onderhandelen is de voor wat hoort wat strategie. Oftewel tit voor tat strategie. Nou, dat is een onderhandelingsstrategie waarbij de eerste stap coöperatief is. En daarna wordt elke vorige stap van de ander nagebootst. Dus in eerste instantie begin je met iets coöperatiefs. Als je het hebt over klimaatverandering, kan je bijvoorbeeld dat ene zeggen, nou, ik sluit die vervuilende fabriek. En dat is mijn eerste handreiking naar jullie. Wat gaan jullie doen? Nou, dan zegt het andere partij, dan doe ik het ook. Oké, dat is een coöperatief, dus wat kan ik nu weer doen? Dus je gaat eigenlijk coöperatief zijn naarmate als die andere dat ook is. Dus het begint eigenlijk vergevingsgezind, hoeveel ruzie je ook hebt, die begint altijd met iets coöperatiefs. En vervolgens doe je eigenlijk de ander na. Dus als jij begint met iets positiefs, bijvoorbeeld ik sluit een vervuilende fabriek en die ander zegt, ik heb net een nieuwe vervuilende fabriek geopend. Ja, dan stop je natuurlijk met coöperatie, want je doet voor wat hoort wat. Dus als die ander niet meegaat, dan stop je. En dan ga je dus niet meer verder door met de onderhandeling. En dat doe je om te voorkomen dat je wordt uitgebuit. Het leidt tot meer gelijkheid, dus je wordt op dezelfde manier behandeld. Het is heel makkelijk te begrijpen wat die strategie inhoudt, hoe je moet reageren. En uiteindelijk is het idee natuurlijk dat het leidt tot meer coöperatie. Dat je elkaar gewoon steeds beter de hand reikt en uiteindelijk op die manier uit zo'n probleem komt. Ja, het nadeel van die voor wat hoort wat strategie is, ja, ik zei het al even, het zijn veel laboratorium-experimentjes die ik eigenlijk moeilijk te generaliseren vind naar het echte leven. Want in het echte leven zijn er heel veel hele complexe factoren. Dus ik denk dat het belangrijker is om te kijken naar wat nou in het echte leven goed helpt als je gaat onderhandelen met een andere partij en je wil er samen goed uitkomen. En dat heeft ook belangen voor jullie allebei. Wat dan goed kan helpen is op zoek te gaan naar een integratieve oplossing. En een integratieve oplossing, dat wil zeggen dat je een oplossing probeert te vinden voor een conflict waarbij beide partijen compromissen sluiten op basis van hun verschillende belangen. Dus jij geeft iets op, jij doet iets wat eigenlijk voor jouzelf niet een heel erg big deal is, wat je eigenlijk wel prima vindt. En die ander die doet dat ook. En op die manier ga je eigenlijk op zoek naar hoe kunnen we nou hier uitkomen op een manier waarop we allebei niet te veel verlies lijden, het prettig houden voor onszelf en toch tot een goede oplossing komen. En dat is meestal heel behulpzaam als je
hele complexe gesprekken aan moet gaan met mensen waar je toch afhankelijk van blijft. Nou, we hebben tot nu toe heel veel gepraat over het effect van groepen. En ik hoop dat je een goed beeld hebt gehad van de invloed van groepen op ons als individu. Dit is het einde van het college.